ik ben met dit VIP-programma gestart omdat ik wist dat ik dit nodig had. En ik kwam gewoon op een punt in mijn leven dat ik de ramen en de spiegels vermeed, omdat ik gewoon diep en diep ongelukkig was. Nou, dat was voor mij het moment dat ik me realiseerde dat er iets moest gaan veranderen. Niet alleen moest ik wat gaan doen aan mijn gewicht, maar ik moest juist wat gaan doen ook aan mijn totale gezondheid. Vroeger voelde ik me krachtig en gezond en fit. Ik was politieman, ik sportte heel erg veel, hield van hardlopen, volleybal, basketbal. Ja, wat deed ik eigenlijk niet? En vanaf het moment dat ik een zittend beroep kreeg, namen de kilo's gewoon elke keer toe. En toen is het gevecht eigenlijk begonnen om de kilo's eraf te krijgen. Ik heb allerlei programma's geprobeerd, maar niets gaf echter een blijvend resultaat. In november 2014 bereikte ik mijn dieptepunt. Het was bijna beangstigend. Ik woog 146,5 kilo. Ik was diep en diep ongelukkig. Ik realiseerde me dat ik mijn leven drastisch moest veranderen. Het roer moest om. Ik ben begonnen met het VIP-programma en maakte gelijk een vliegende start met C9. Ik was gelijk al 6 kilo kwijt. De overgang naar Fit 1, dat ging hartstikke goed. En het kostte me eigenlijk totaal geen moeite om verder te gaan met 2-2. En in 7 maanden tijd was ik maar liefst 40 kilo kwijt. Ja, het VIT-programma was voor mij prima te volgen. Want het staat juist in de richtlijnen wat je wel mag, in plaats van wat je niet mag. En dat was eigenlijk precies wat ik nodig had. Ja, dat heeft gewoon mijn leven echt enorm veranderd. Ik sport weer met plezier en ik vind het heerlijk om te bewegen. Ja, eigenlijk alles bij elkaar opgeteld heeft het gewoon mijn zelfvertrouwen gegeven om op deze manier door te gaan met dit programma. Ja, het heeft mijn leven echt veranderd. Ja, de gedachte dat ik juist op deze manier gewoon een langere rol in het leven van mijn vrouw en mijn kinderen kan spelen, ja, dat maakt me gewoon ontzettend blij en heel gelukkig en trots. En moet je nagaan, vorig jaar november stond er nog zware obese achter mijn naam. Ja, weet je, mijn ouders zijn gewoon veel te jong overleden. En ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dragen dat dat mij niet overkomt. Ik wil genieten van het leven. Op het moment dat je nu een gewone kledingwinkel binnenloopt en in plaats van een 4 keer XL nu een XL aankan, ja, dat geeft me echt een fantastisch gevoel. Nou, ik weet nog dat we naar speciaalzaken gingen met grote maten en die waren niet eens toereikend. En nu kan hij gewoon XL kopen in de winkel, nou, daar wordt hij super blij van. Op dit moment ben ik aan het trainen voor een halve marathon. Een nieuwe mijlpaal in mijn leven. Nou, wie dat 7 maanden geleden tegen mij gezegd zou hebben dat ik dat zou kunnen bereiken, die had ik compleet voor gek verklaard. Ja, inmiddels weet ik beter. Je kan veel meer bereiken dan dat je zelf ooit voor mogelijk hebt gehouden. Met het juiste doel, een goede focus en met een goede ondersteuning lukt het je gewoon. Ik ben André. Ik ben trots. Ik ben Forever Fit.